laatste Make the JD video in samenwerking met Emmy Café Latte. Ja, want je zegt de laatste, want wij zijn met z'n tweeën al geweest. Heb je die video's nog niet gezien? Check dan even in de videobeschrijving. Maar Jesper, die is nog aan de beurt. Nee, en laat het nou zo zijn dat Jesper zijn grote droom is om aan het einde van het jaar naar Azië toe te gaan. Maar lieve Jesper, waarom wil jij al die activiteiten in Azië gaan doen, terwijl het vandaag ook gewoon hier in Nederland kan? Dit is Jesper Sayede. Zo slik, dit is Goedemorgen! Nou, we zijn op dit moment in Elkoude om Jesper lekker wakker te gaan maken. Ja, want vandaag is zijn JD. Alleen hij heeft geen idee dat we hem nu om 7 uur 's ochtends gaan wakker maken. Ik ben echt heel erg benieuwd. Dit vind ik het allerleukste om te doen gewoon. Kunnen we niet gewoon alleen dit doen? Ja, dat was zijn JD. Laat de bitch. Hey, doei. Goed. Nu vraag je af, hoe kom je in hemels naar binnen? We hebben het zusje van Jesper gevraagd om een sleutel bij de deur neer te leggen. Want die moest nog eerder dan wij weg deze ochtend. Hé, hey, toeval. Toeval, lekker. Werkt wel weer lekker. Boven slaat. Hey, nou, ze hebben een hond. Die moeten we gelijk even stil krijgen. Dat is kut, dat dan. Een hele goede morgen, Jesper Kleine, hè? Jezus. Hoe is het ermee? Goedemorgen! Yes. Het is jouw JD, Jesper Kleine! Yes. Jullie zijn echt niet goed, hoor. Maar Jesper, je JD is begonnen. Hé, hey, jongen, pak hem aan. Pak hem aan. Oh, hey. En dat betekent dat je eventjes, ik denk 10 minuten of zo, red je wel. Nee, 5. Een korte band. Wat een lucht ook hier trouwens. Kanonnen zeg. Wat heb ik gedaan vannacht, Jos? Nee, jongen. Ik heb lekker gepoept. Doe even die deur dicht. Ik heb even seks. Ja. Oké. <Okay. laughs> Nou, komt er nog wat van? Zo. Die kleine oogjes. En mascara op. Hier hebben we nog een pakken. Ja? Ja. En dat was je JD. We gaan eruit. Hey, doeg, hè. We zien je wel goed, hoor. Bye. Nou jongens, daar gaan we dan, hè. Proost. Heel slik. Ik zie straks links. Hier naar links? Ja. Dan ga je binnendoor. We zijn er. We houden het lekker dicht bij huis. Ja. Grapjes. Nee, we zijn er echt. Nee. Of toch wel? Ik snap er helemaal niks van. Gaan we naar de slagerij? Gaan we hierheen? Ja. Naar jou. Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg is jouw what the fuck gehalte? 10. Ik heb echt geen flauw idee nu. Je kunt het zo mooi, hè? Wat zijn je dromen die je hebt? Niet dat je denkt van, oh, ik moet het nu hebben van, oh ja, ik wil altijd nog wel eens een keer bungee jump of ja, zo. Reizen. Je wil nog een keer reizen? Ja, ik wil nog een keer reizen. Waar naartoe? In Thailand. Ja, waar wil je nou naartoe, man? Waar wil je nou naartoe? Nou, ik zou je vertellen, waar gaan we naartoe? We gaan naar Thailand! We gaan naar Thailand. Nee, hij heeft al mango gehad. Nee. Wat wil je? Nee. Wij gaan even wat eten bestellen. Oh gek, dit ga ik nemen. Nee. Wat lekker. Lekker hoor. Maar heb ik deze gekregen om met jullie mee te eten? Nee, zeker niet. Kijk eens. Een kippetje. Smakelijk eten. Dankjewel. Waarom zou je helemaal in vredesnaam naar Azië gaan als je het ook gewoon hier kan krijgen? Ja. Nou ja, omdat daar meer is dan alleen kip. Er is nog meer dan alleen kip. Ja, een beetje ondankbaar. Ik vind het heel leuk. Ja, er is meer dan kip. Er is meer dan kip. Ja, dat is wel waar. Ja. Maar hier in Nederland ook. Nou, geniet van je kippetje. Ja, lekker. Maar, ook oh, ja, nee, lekker man. Ik ben nu zelf gewoon ook een beetje disappointed van ik moet het hiermee doen. Nee, ja. De kip. Het was fucking lekker. Ben je blij? Ik ben heel blij. Heel goed. Mooi, gaan we nu terug naar kantoor. Hilariteit. Nou, het is prachtig weer. Hier in Elkoude altijd hoor. Meeste zonuren Elkoude. Nou Jesper, waar rijden we nu? Edam of Volendam, waar rijden we nu? Ben je wel eens in Volendam geweest? Ik ben wel eens in Volendam geweest. En hoe vond je het daar? Gezellig. Gezellig, hè? Ja. Maar wat voor mensen lopen hier altijd rond? Mensen met de achternaam Smit.
keizer. Ja, los van de bewoners. Vis. Wat, nee. Ja, wat wil je? Waar wil je nou naartoe gaan? Ja, naar Volendam. Busladingen vol komen hier. Chinezen. Ja, nou ja, Aziaten, toeristen. Wat dachten wij? Waarom helemaal naar Azië toe gaan om de toeristen uit te hangen als je ook gewoon hier de toeristen kan hangen? In Volendam! We gaan gewoon een hele leuke tijd beleven in Volendam. Als toerist. Ja, dat is toch fantastisch. Dat is gezellig. Ja, nee, wat leuk. Dus we rijden er gewoon één keer doorheen en dan gaan we. Hallo. 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 Wij hebben kannibel het even uit of kanonnen zeg. Zo. Dat is gewoon non-stop hier in Volendam. Dat gaat gewoon de hele dag, gaat gewoon een bel. Maar we gaan dus in zo'n kostuum. We gaan even in een kostuum. Al lachen, dat vind ik leuk. Ja? Ja, ja, dat vind ik leuk. Nou, kom maar mee. Ja. Nou, wij kwamen voor een fotoshoot. Want onze grote vriend die hebben wij. Ik ben op vakantie. Ja. Hij is op vakantie in eigen land. Okay, dus wij willen hem een hele leuke fotoshoot aanbieden. Ja. Alleen die jasjes mogen even uit. Alleen die aankleed. Mogen jullie daar wel een vrouwenpak aan? Kan dat? Wanneer gaat die klok uit eigenlijk? Nou, je hebt nu een begrafenis. Dus dat kan nog wel even twijfelen. Dus dan moet je wachten. Oké, dat was niet de bedoeling. Ik vond het al een hele rare tijd om de klok te luiden. Zijn wij je bitches? Lekker kort, lekker pittig. Hey, Annie! Ja, Annie Schilder! Annie Schilder. Ik zit echt zo ongemakkelijk. Je ziet er zo eng uit. Ik had echt een vrouw kunnen zijn, ja. Ja, ik geloof je meteen, nou. Hoi. Nou, Jesper. Nou. Heb je zin in een haring? Ja, lekker. Ik hou wel van een haringkie. Wat een vislucht. Gek, hè? Een haring alsjeblieft. Een haring. Ja, lekker. Jongens, betalen jullie? Ja, ik betaal weer. Ja, dat is jouw idee. Ga jij lekker bij je vrienden zitten? Have a nice day. Yeah. Ja? Very good, yeah. Where do you guys come from? China. Nice. Heerlijk. Bye bye. Bye. I text you. Harinkie is hier binnen. Het is heerlijk. Ben je eindelijk al uit? Het is lekker. Echt heel lekker. Jongens, ik heb een beetje je haringsmaak in mijn mond. Oh, daar heb ik al wat op. Zet even die auto aan de kant. Oh, yes. Ik ben helemaal gek! Ik ben helemaal gek! Kijk! Hier! Het is hier lekker, hè? Heerlijk. Oké, okay, Jesper, poging 2. Wat denk je dat we gaan doen? Kijk, welke kant gaan we op? Dronten. Wat de fuck ligt er in Dronten, jongens? Ja, ik weet niet, het zijn al meer te boorden, hoor. Kijken. Walibi! We gaan naar Walibi! Ja? Nou, je hebt het al een beetje goed kunnen raden. Walibi. Dat we naar Walibi gingen. Ja. Maar waarom denk jij dat Walibi het te maken heeft met jouw reis naar Azië? Vliegen? Hoe zijn de wegen in Azië? Hobbelig. Het is wel heel ver gezocht. Nee, nee, want je weet het ook. Ja. Ja, ja. Succes, ouwe. Hey, succes. Thanks, man. Thanks. Succes, de groeten, de ballen. Stiekem, Tinus. Ben ik wel een beetje jaloers dat hij dit nu... Ik niet. Nee, echt niet. Ik vind het echt helemaal niet. Nou, ik vind het best vet, hoor. Oh!
heel sick. Oké, Jesper, we zijn hier klaar, maar we hebben nog één activiteit. Nog één te gaan. Weet je hoe laat het is? Wat een dag, jongen. Activiteit. Activiteit. Hoe, ja. Wat vind je er tot nu toe van? Ja, het is een behoorlijke J-Day. Ja? Er zitten heel veel J-Day. Waarom vind jij het een J-Day? Ja, omdat het gewoon gezellig is. Het is gezellig met mijn twee beste vrienden op pad en van alles wel. Ja, je ziet ook. Zijn we hier als beste vrienden? Nou ja, ik zeg het gewoon met de camera. Ja, ik wou net zeggen. Ik heb hier namelijk ook gewoon een leven naast. Jeetje, ja. Ik kan niet wachten maar, op mijn vertel, wat gaan we jongens? Dat kunnen we natuurlijk niet zeggen. Maar we gaan er wel aan toe rijden en wij denken, voor ook wat wij denken dat het vetste is, om te doen vandaag. Oké. En ik denk dat jij het heel erg vet gaat vinden. Ja. Okay, het is rustgevend, maar ook vol adrenaline. Nou, let's go dan maar. Jesper. Noah. Voordat wij in de zone terechtkomen van jouw allerlaatste activiteit, willen we jou gaan blinddoeken. Ja, het is wel leuk als je ergens komt te staan waar je echt totaal niet weet waar het is. Precies. Nou, dan kan ik wel slapen zonder dat jullie het zien. Kan ik eindelijk. Zonder dat wij het zien. Ja, kan ik eindelijk mijn ogen lekker dicht doen. Net als gehandicapte broertje die we ergens mee naartoe nemen. Hallo Noah! Hallo. We zijn aangekomen op de allerlaatste activiteit, Jesper, ter voorbereiding op jouw reis naar Azië. Oh ja, joh. Je mag nu je blinddoek afdoen. Blinddoek is een handdoek, toch? Oh, dit is vet, dit is klimmen in het bos. Ja, ja. En wat jij heel erg graag een keer zou willen doen is tokkelen, toch? Ja, dat zipline tokkelen ding. Ja, dat kan hier. Ja, want waarom zou jij helemaal... jongen, tering. Want waarom zou je helemaal naar Azië toe gaan om te gaan tokkelen? Als je het niet kan! Nou, dat vind je het een idee. Dit vind ik wel heel sick. Ja? Nice. Jongens, ik denk dat ik een instructie hier. Hey Tienes, ik had eigenlijk eventjes mijn Indiana Jesper moeten doen. Eigenlijk wel. Waar is je zweet op? Jij ook helpen? Gaat het. Mag ik hem zelf helemaal optrekken? Ja, ik kan. Dat doe je charmant hoor. Dat gaat goed hoor, jongens. Alsof je charatels aantrekt. Hey. Helemaal goed, man. Nou, oké. Gaan we deze kant op? Gaat deze kant op hoor. Oh, die kant. Niet dat ik nu in broek zei, maar ik vind het wel spannend. Ik vind het wel spannend. Ja. Dag. Ja hoor, daar gaat ie. Oh. In 3, 2, 1. Woehoe. En? Ja, vet man. Ja? Heel gruwelijk. Nou, kom maar weer naar beneden. Ja, toch gewoon hoor. Gaat ie, hè? Ja, prima. Lach even hier naartoe. Even zwaaien. Even zwaaien. Hoi. Hoi. Pompidam, pompidam, pompidam. Zipline dansen. Ja? Indiana Jones muziek hierbij, zo. Deze jongen, hè? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Oké, here we go. Ah ja. Lekker hoor! Lekker! Nou, kom naar beneden dan! Ja, kom naar beneden, kom naar beneden! Nee, lang. Nu, kom! Duurt lang, Jesper! Hey! Ja hoor! Daar is die! Applaus! Fantastisch! Indiana Jesper! Hier is iets niet in de haak! Nee! Hey, lekker, ouwe! Man. Heerlijk. Nou, we sluiten hem ook gelijk af met een heerlijke nice. Emmy Café Latte. We willen Emmy Café Latte hartstikke bedanken dat die mede mogelijk hebben gemaakt dat wij alle drie een J-Day hebben gekregen. Heb Absoluut. Je onze J-Day nog niet gezien? Check dan even de video beschrijving, want dan zie je onze J-Day. Ja, en je kan nog steeds 2 tickets winnen voor Pompop, het muziekfestival wat wij organiseren deze zomer. Hoe kan je die winnen? Nou, beschrijf jouw J-Day in de reacties en misschien win je dus wel tickets. Ja, en dat is wat je wil. En zie jou de volgende keer bij een nieuwe Pongs video. Later! Later.